Hallo allemaal en welkom bij Easy Dutch. Het kanaal waarop jij Nederlands leert zoals het echt gesproken wordt. Ik ben Leon en we staan vandaag in Utrecht. Zoals je kunt zien zijn we hier bij het conservatorium. We staan hier omdat het thema van deze video muziek is. We hebben de mensen dan ook gevraagd wat voor rol muziek speelt in hun dagelijks leven. Klinkt jou dat als muziek in de oren? Laten we beginnen. Hoe bent u in uw dagelijks leven met muziek bezig? Muziek is voor mij wel echt ontspanning. Dus ook als ik aan het werken ben, vind ik het heerlijk om muziek op te zetten om me af te sluiten, zeg maar, van mijn omgeving. Nou, het is voor mij heel belangrijk, want ik studeer muziek. Dus ik sta ermee op en ik ga ermee slapen. Ik luister naar cd's en naar grammofoonplaten. Dat is het zo'n beetje. Ik heb altijd met muziek te maken. Als je in de lift zit, heb je wachtmuziek meestal. Als je in de auto zit, draai je wel eens de radio aan. Je zingt wel eens een deuntje, dat is ook muziek. Ja, bepaalde tonen die je aanslaat wanneer je praat, dat is ook al muziek, vind ik. Ik luister het voornamelijk 's avonds voordat ik ga slapen. En 's ochtends om echt op te staan. Dan zet ik de radio vaak eventjes aan. Ik ben zangeres. En naast dat ik zangeres ben, ben ik ook zangdocent. En werk ik hier op het conservatorium als producent. En naast dat je er voor je werk mee bezig bent, doe je het ook nog voor ontspanning? Zeker, ja. Thuis ga ik achter mijn piano zitten en schrijf ik liedjes. Nou, ik ben dansjuf. Dus ik dans op muziek en ik geef les aan kinderen. Oh, veel. Ik word ermee wakker. Ik heb altijd meteen muziek in mijn hoofd als ik wakker word. Ik heb een piano thuis staan. Ik studeer om dirigent te worden, koordirectie. Dus ik zit dagelijks hier op het conservatorium te zingen en te dirigeren. En daarnaast dirigeer ik 2 koren en zing ik in koren en ensembles. Ik zet 's ochtends de radio aan en behalve in het weekend, dan begin ik alweer plaatjes draaien. En eigenlijk bijna de hele dag. En heel vaak ga ik ook nog eens een keertje met mijn draaitafels die daarachter staan aan de gang. En heeft u zelf ook een muziekinstrument gespeeld? Nee, ik heb zelf geen muziekinstrument gespeeld. En dat spijt me erg. Ik heb vroeger piano gespeeld en ik zou dat heel graag weer willen doen. Maar goed, ja, dan moet je tijd voor maken en dat doe ik dus te weinig. Als ik iets mag kiezen, dan zou ik nog wel basgitaar willen leren. Maar ja, ik kan dat helemaal niet. En ja, als ik toch in een band zou gaan, dan lijkt me dat een mooi instrument. Ja, ik speel drums. En voor de rest probeer ik daarbuiten nog piano te doen, bas. Dat speel ik ook wel, maar drums kan je me 's nachts voor wakker maken. Dus als Cesar Zuiderwijk voor je deur staat, dan kom je wel naar beneden. Ik doe open en dan ga ik spelen, joh. In mijn pyjama of... Mij maakt het niet uit, ja. Ja, ik speel dwarsluit. Dat is mijn hoofdinstrument hier op het conservatorium. Ik speel ook piano en ik zing. En speel je dan ook in een orkest of iets anders? Ik speel in veel verschillende ensembles en met projecten mee. Ik hou ervan om met andere mensen te musiceren. Ik speel in bands die eigenlijk constant wisselen. Dus stel iemand geeft een feestje en die wil gewoon leuk muziek erbij, dan zoek ik mensen daarbij. Maar ik heb ook met een eigen band gespeeld, met eigen muziek. Dit kan zeg maar met alleen een pianist zijn, maar ook met strijkers erbij of met blazers erbij. En hoe lang leer je die instrumenten al? Ik speel al 18 jaar dwarsfluit. Nou, mijn vader die heeft me op mijn 6e achter de piano geschopt. Van, ga jij maar studeren, zoon. Dus ik mocht elke dag om 7:30 op. Dat was vroeger door mijn vriendjes. En dan mocht ik een 30 uur piano studeren. En ja, zo heb ik het geleerd. Sinds mijn 12e speel ik viool. En altviool ben ik pas wat recenter begonnen. Denk 3 jaar geleden. Drums doe ik vanaf mijn 2e. Ik ben nu 22. En piano deed ik 5 jaar geleden. Ben ik mee begonnen. En bas 3 jaar geleden. Dus dat is nog wel pril, maar
Ja, ik kom uit de verf, zeg maar. Het gaat wel goed. Ik ben, denk ik, op mijn 15e zo'n beetje begonnen met gitaar. Ja, iedereen die pakte toen een gitaar en je speelde House of the Rising Sun, Blowing in the Wind. Ik weet niet of dat voor deze generatie nog iets zegt, maar... Ja, die laatste wel. Ja, dat waren ook makkelijke liedjes om te leren. Ja, je leerde een paar akkoorden en je ging aan de gang en een beetje zingen erbij. Muziek is een universele taal. Het Nederlands helaas niet. Wil jij je Nederlands nog verder verbeteren? Word dan lid van Easy Dutch. Dan krijg je toegang tot onze Discord-server, waar je samen met ons en de andere leden je Nederlands kunt verbeteren. Morgen hebben we zelfs onze allereerste online bijeenkomst op Discord, zodat je je uitspraak met ons kunt oefenen. Spreek dit jou aan? Klik dan hieronder op de link en word lid van Easy Dutch. Dan gaan we nu door met de video. Wat voor genres speel je of luister je naar? Ja, ik speel dus oude muziek. Dus ik luister veel muziek uit die tijd. Dus ja, Bach, Monteverdi, Mozart... Ja, ook Beethoven, soms ook moderne muziek. En ik luister ook wel eens popmuziek. Dus ja, van alles eigenlijk een beetje. Vooral heel veel Latin muziek, salsa. Maar ook Surinaamse muziek, Afrikaanse muziek. Het is een hele mix van al dat soort stijlen. Nou, voor dwarsfluit hou ik wel echt van klassieke muziek. Dus romantisch, de Franse romantiek en de Duitse romantiek vind ik erg mooi. Ja, veel naar Bob Dylan. Luister ik eigenlijk mijn hele leven al naar. En ik ga naar al zijn concerten. Ik ben vorig jaar nog, trad hij nog op in AFAS Live op zijn 81ste. En daar ben ik nog twee keer heen geweest. Dat gaat wel echt alle kanten op, hoor. Dus ik hou gewoon van de pop en een beetje de mainstream. Maar ik kan, als ik bijvoorbeeld aan het werk ben, kan ik heerlijk luisteren naar klassieke muziek. En als we hier zo bij het conservatorium zijn, dan kan ik ook genieten van de klanken die je zo een beetje op de achtergrond hoort. Ja, ik hou erg van jazzmuziek. Maar eigenlijk alles wat daar een beetje mee te maken heeft, vind ik heel erg tof. Dus pop met een beetje jazzy invloeden vind ik heel leuk. Dus het hoeft niet heel erg traditioneel te zijn. Crossover muziek vind ik heel tof. Denk aan Gregory Porter bijvoorbeeld of Alan Stone. Vooral voor mijn danslessen. Dat zijn natuurlijk toch wel kinderachtige muziekjes. Dus K3, dat soort dingen voor de kleuters. Dus dan moet ik echt die liedjes goed luisteren om daar een dansje op te kunnen maken. Maar voor de oudere kinderen, ja, toch wel popmuziek vinden ze leuk. En jezelf? Zelf heb ik op Spotify het heet Koffiehuis. Ik weet niet of je die kent. Dat is een beetje lounge-achtige achtergrondmuziek. Wat betekent muziek dan voor jou? Ja, mijn leven. Echt, ik heb geen idee wat ik zonder muziek zou doen. Dan was ik zo iemand anders geweest. Muziek is zo'n groot deel van mijn identiteit. Dat is echt, was ik een compleet ander mens geweest. Nou, ik denk dat het voor mij vooral betekent dat het leven rijker maakt. Ja, en dat heeft dus verschillende uitingsvormen, zoals muziek ook verschillende klanken kent. Ja, muziek is voor mij een manier om het te uiten, om te kunnen ontspannen, maar ook om verbinding te maken met andere mensen. Dus verbinding met mijn medemuzikanten, maar ook zeker met het publiek. Ik toch wel kan er heel vrolijk van worden. Dus ja, je emotie versterkt het wel, denk ik. Ook als je verdrietig bent, hè, kan je daar ook weer met muziek helemaal in meegaan. Ik zou muziek omschrijven als een taal. Wat jij en ik ook spreken. En iedere taal heeft zijn accent, dialect. Zo mooi dat je het als taal omschrijft. Meer universeel voor iedereen. Ja, je spreekt geen taal fout. Je spreekt het alleen in bepaalde variaties. En ik denk dat als je muziek maakt, dat mensen het ook niet moeten zien als fout of goed, maar als interpreteerbaar, zeg maar. Voor mij is muziek iets, daar krijg ik energie van. Het geeft een soort richting aan mijn leven. Ik haal er zo ontzettend veel uit. Hoe zou u uw relatie tot muziek beschrijven?
Mooi, wel een diepe vraag. Dat klopt. Nou, liefde, zal ik maar zeggen. Liefde kan niet zonder. Ja. En is voor u ook een manier om zich te uiten? Ja, ik denk dat de muziek is wel een groot deel van je identiteit. Hè? Wat je maakt, maar ook welke muziek waar je van houdt. Het bepaalt heel erg wie je bent en bij wie je hoort en bij wie je niet hoort. Dus ja, zo denk ik wel over muziek, ja. En tot slot, heeft u dan nog een nummer waar u een bijzondere herinnering aan heeft, die u zou willen delen? Voor het eerste wat in me opkomt, zeg ik maar, dat is Hurricane van Bob Dylan. Daar heb ik eigenlijk Bob Dylan door ontdekt. Een heel, heel krachtig nummer, een protestsong ook. En het is, er zit heel veel energie in dat nummer, vind ik. En als u dat nummer dan hoort, waar denkt u dan aan? Ja, toch wel aan mijn jeugd. Omdat ik in mijn jonge jaren eigenlijk de liefde voor muziek heb ontdekt. Nou ja, met een bijzondere herinnering. Het is eigenlijk allemaal wat ze ook zeggen. Het is de muziek die je in je tienerjaren hoort. Die nog steeds. Ik bedoel, als ik dat terughoor, dan worden nog wel steeds gevoelens opgewekt. Maar om te zeggen van één bepaald nummer met een speciale herinnering. Het schiet me niet zo 1, 2, 3 te binnen, nee. Ja, er is één pianist en dan moet ik je nu echt schuldig blijven wat zijn naam is. Maar het nummer heet River Flows in You. En dat vind ik echt te gek. Als ik dat nummer luister, dan kan ik dat dus ook zo voelen. Hè? Dat alles door je heen mag stromen. En ik zei net, het maakt het leven rijker. Maar dat nummer, dat maakt mijn leven ook echt rijker. Ja. Het eerste wat in mijn gedachten nu omhoog komt is het nummer I've Got You Under My Skin. En dat is een jazz standard. En dat is een van de allereerste jazz nummers die ik ooit leerde kennen. En dat was ook een van de nummers waardoor ik dacht, wow, maar dit is echt toffe muziek. Hier wil ik iets mee. Ik denk dat het, de vioolsonates van Bieber zijn. En dan de sonates rondom de Rozenkrans. Ze zijn heel diepzinnig. Het is hele expressieve muziek. En het is daarnaast ook best wel virtuoos. Dus die combinatie maakt het verschrikkelijk mooi. Het openingscore van de Matthäus Passie. Dat is misschien ook wel bekend. Dat wordt nu, deze tijd van het jaar, wordt het heel veel gespeeld in de kerken. Over Gloria, dat was ook wel echt mijn nummer. Mm. En toen ik dat ging instuderen, ja, dat klopte ook helemaal, dat ik dat deed. Daar voelde ik me zo bij verbonden, bij dat nummer. En ik denk ook dat daarom, dat ik toen ik dat op dat podium ging spelen voor mensen, dat ook zoiets was van wow, die, zie je die vrouw daar. Bedankt allemaal weer voor het kijken naar deze video. We hebben vandaag hele wisselende antwoorden gekregen van wat muziek voor mensen betekent. Van mensen die graag zingen, tot het spelen van een muziekinstrument en tot het geven van dansles. Echt van alles. Wij zijn benieuwd wat jouw relatie is met muziek. Laat het hieronder weten in de opmerkingen. Vond je dit een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal en word lid van Easy Dutch. Dan zien we je graag de volgende keer weer. Ajus!